11 zotte clubfans gaan vandaag de strijd aan. De inzet, de titel Beir van Brugge en een schandalige fan-experience dankzij Euromillions. Een echte Beir moet vooral veel decibels kunnen produceren. Schreeuw de longen uit je lijf, want er vallen straks 2 kandidaten af. Succes! Ja, dat is wel een kolfje naar mijn tand. Ik heb een heel lade stem. Ik woon op 200 meter van de markt en als er een doelpunt gemaakt wordt, denk ik dat de mensen daar stilstaan en zeggen, wat was dat? Als ik hier in het stadion sta, zeggen ze meestal tegen mij een beetje stiller, dus dat komt in orde. Ik ga mij inbeelden dat we tegen Anderlecht spelen. Dan komen de emoties vanzelf los en het zal wel luid genoeg zijn dan. Kandidaten, laat jullie horen. Iedereen klaar? En roepen maar! We are Bruges! Super Bruges! We are Bruges! Super Bruges! We are wonderful! Come on! We are Bruges! Super Bruges! Stille waters hebben diepe gronden. Hè? Dus ja, ik heb alles gegeven. Ik ben vooral blij dat ik nog eens heb kunnen roepen in het stadion. We are wonderful! Come on! We are Bruges! We are Bruges! Super Bruges! Super Bruges! We are wonderful! We are wonderful! We are wonderful! Come on! Brugge! We are wonderful and we are the champions! Dat is onweerstaanbaar. Ik kreeg eigenlijk koude rilling van meneer in de zin van ik sta hier toch maar en ik mag een keer goed brullen. De Beir die het luidste riep was Carl. Maar 2 van jullie waren net iets stiller dan de rest. En die 2 waren Shana en Igor. Ja, spijtig hè. Zeker na de eerste proef. Dat wil niemand, denk ik. Ik wist uiteindelijk al van tevoren dat ja, nipt ging zijn, dus ja, de beste gaan winnen. Ja, echt. Bluffen gewoon, zeg ik altijd. De andere 9 gaan door naar de volgende ronde.